Marjolein, waarom ben ik hier? Ik hoorde iets over speculaasactie. Wat houdt dat in? Ja, we hebben elk jaar vanuit de korfbalvereniging Klimop een speculaasactie. Dus wij gaan heel Asten vandaag voorzien van heerlijke speculaas voor bakkerij Van de Mortel. En waarom doen jullie dat eigenlijk? Dat doen wij zeg maar om een mooi extra centje te krijgen voor de club, voor korfbalvereniging Klimop. Dat we wat leuke dingen kunnen doen met al onze leden en vrijwilligers. Dus gewoon eigenlijk een extra centje. Ik zie al op het bureau voor jou een pak speculaas liggen. Ja. Ik zie een bekend logo. Van welke bakker is dat? Dat is natuurlijk van onze huisbakkerij Van de Mortel in het Zomeren. Oftewel mijn buurman op de hoek van de Wolfsberg. Zeker, en ook in Asten, ja. Ja. Ze kunnen die ook daar kopen, mochten ze de speculaasactie kinderen niet aan de deur hebben gehad? Die kunnen ze dan wel bij bakkerij Van de Mortel kopen, maar dan betalen ze gewoon de verkoopprijs van €4,35. En bij ons is het natuurlijk aan de deur wel goedkoper. Kijk. Is ook een bepaalde actie als je twee pakken met één gratis of iets dergelijks? Ja, we hebben een actie. Dus één pak speculaas voor €4. En als ze er twee willen, dan kunnen ze die krijgen voor €7,50. Dus zeker een korting. Hoeveel pakken krijgen de kinderen mee om te verkopen in Asten? Nou, we hebben allemaal chauffeurs. Die brengen de kinderen en heel de auto vol met speculaas de wijk in. Dus er wordt flink verkocht. Dus wij gaan er wel van uit dat we een flinke aantal verkopen vandaag. Hoe lang loopt de actie eigenlijk? Die actie is één dag, dus we beginnen dadelijk om 10:00. En nou, als we om 4:00 klaar zijn, dan hebben we heel Asten gehad. Even een beetje eigen PR voor jullie zelf, voor je eigen club. Klimop, hoeveel jaar bestaat de korfbalvereniging Klimop al? De korfbalvereniging die bestaat al 75 jaar in Asten. En die is opgericht, zoals je kunt zien, in 1947. Zo, dat is een hele leeftijd. Ja, zeker. Daar kunnen niet veel clubs vertellen hier. Hè? Nee, daar zijn we ook heel erg trots op. Hoeveel leden hebben jullie eigenlijk al niet? We hebben op dit moment, als ik het goed heb, rond de 80, 85 leden. Is het jongens, meisjes? Ja, alles door elkaar. We hebben jongens en meisjes die aan het leuke spelletje meedoen, korfbal. Zijn het junioren, senioren, bejaarden? Ik noem maar even. Nou, we beginnen natuurlijk met de kangaroes. Spelenderwijs leren die korfbal op zaterdagochtend. En we hebben ook het seniorenteam. Dat is een beetje de oudere garde van Klimop. Kijk, eenmaal lid blijf je altijd lid. Zeker, ja. Waar zijn jullie gevestigd? Het juiste adres? Wij zitten aan de Beatrixlaan 40 in Asten, dus tegenover het Varendonk College. Ja, dat is te vinden voor iedereen, denk ik, hè? Ja, zeker. Iedereen weet ons wel te vinden. Zijn hier trouwens ook Nederlandse toppers uitgeboren? Ik durf niet te zeggen Nederlandse toppers, maar wij spelen ook wel wedstrijdkorfbal, dus er wordt zeker op hoog niveau gespeeld. De contributie, hoeveel is die eigenlijk? De contributie is, en dat is echt een heel mooi betaalbaar bedrag, €35 per jaar. Oh, daar kun je niks over zeggen. Nee, zeker niet. En wat krijg je daarvoor? Daar krijg je met name een heel leuk spelletje voor terug. Training een aantal keren in de week. Er wordt op zaterdag een wedstrijd gespeeld. Je krijgt een mooi jasje. Je moet zelf je tenue aanschaffen. Dus je krijgt er eigenlijk heel veel voor terug. Een superleuke club en iedereen is van harte welkom. Is het een zomersport, een wintersport of kun je het jaar rond? Het gaat het hele jaar door. We trainen zeg maar in het voorjaar en de zomer buiten. En dan hebben we een stop van 2 weken en dan gaan we daarna naar binnen in de schop en bij het rood in de sporthal. Kunnen jullie nog leden gebruiken? Wij kunnen altijd leden gebruiken, van jong tot oud, maakt niks uit. Iedereen kan het spelletje spelen. En ze kunnen zich opgeven hier in het clubhuis, maar ook online op de website. Ja, ze kunnen zich opgeven via de site van Klimop, een mailtje sturen. Er staan ook contactgegevens op. Ze kunnen altijd bellen of even binnenlopen. Nou, met deze oproep zal de mailbox uit elkaar knallen. Nou, ik hoop dat we zeg maar hierdoor en de naamsbekendheid vandaag weer die we in Asten gaan verspreiden, gaan we er ook wel weer nieuwe leden uit krijgen. En succes met de speculaasactie. Ja, dankjewel. Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn. De zon schijnt, de lucht is blauw. Als het goed is, blijft daar gewoon heel de dag.
We gaan dadelijk de wijken in. Ik wil dadelijk aan de chauffeurs vragen om een tasje mee naar buiten te nemen. Daar zit kleingeld in. De QR-codes zitten erin. Het is net als vorig jaar. 4 euro voor een losse pak. 7,50 voor twee. Drinken zit er in de tasjes. Wat fruit zit erin. En natuurlijk een pakje speculaas om lekker onderweg op te snoepen. De wijken die hebben we ook al in de tasjes gedaan. Dus pak gewoon een tas en rij naar die wijk. Koop veel speculaas bij ons. En kom bij Klimop!